ken Martijn Lambert van het bedrijf Motivaction. Daar zal ik zelf nog wat meer over vertellen zometeen. Motivaction doet onderzoek. Dat is een heel erkend onderzoeksbureau die enorme hoeveelheden gegevens en data verzamelt. We kennen elkaar al een tijdje en we kwamen elkaar tegen in de fascinatie van Da Vinci. Wie was er bij de vorige Permanent Bertha-dag en hier bij de Da Vinci-verhaal? Dat staat online, dus als je daar nog wat meer van wil weten toen het nog niet af was, nu nog steeds niet af trouwens, dan kun je die daar online vinden. Ik was 15 en toen las ik op school een boek over Da Vinci en de Homo Universalis, het universeel genie. Toen dacht ik, nou dat wil ik ook. Ik dacht nog dat je een vak moest leren, diploma's moest halen. En toen ik las over het universeel genie, dacht ik, nou dan ga ik dat gewoon doen. Gewoon alles, waarom niet? Dat is helemaal mislukt. Ik ben universeel prutser geworden, maar daar kom je ver genoeg mee tegenwoordig. Wat ik zo fascinerend vind, over de parallellen tussen Da Vinci, de Renaissance en deze tijd, en Permanent Bertha, waren de donkere middeleeuwen. En in de donkere middeleeuwen had de kerk het monopolie op kennis en informatie. En aan het hoofd van de kerk in die tijd stond de paus, net als nu. Maar in die tijd waren dat helemaal geen lievertjes. Sterker nog, als je niet eens was met de paus, dan ging je kop eraf. Hij had een heel leger en zo kon hij gewoon bellen en zat je in de panade. Maar in die tijd, aan het eind van de donkere middeleeuwen, hadden we in Florence de eerste bankiersfamilie van Europa. Er zijn vast heel veel slechte dingen van gekomen, maar in die tijd was het even heel handig. Want de Medici's hadden heel veel geld geïnvesteerd en geld uitgeleend. Ik weet ook niet hoe ze daar aan kwamen trouwens. Maar hadden ze uitgeleend aan andere koninkrijken in Europa. Dus ze hadden heel veel geïnvesteerd om al die legers te financieren. En op een gegeven moment kwam de paus in de problemen. Dus als de paus zei in Florence, hey, de Medici's doen ze niet. Dan zeiden de Medici's, zoek het lekker uit en anders bellen we onze vriendjes. Dus die hadden de macht van de kerkreding doorbroken. En daardoor kon er een enorme convergentie ontstaan. Een samenkomst van spirituele stromingen, filosofische stromingen, religieuze stromingen en een explosie aan kennis en ideeën. Michelangelo, Botticelli en ook Da Vinci. Een tijdje terug heeft Da Vinci, heeft er een meneer een onderzoek gedaan naar Da Vinci. Meneer Michael Gelb, die heeft het boek daarover geschreven. En die heeft gekeken van, goh, welke eigenschappen had die Da Vinci nou die hem zo uniek maakt? Er schijnen heel veel soorten intelligentie te zijn. We kennen allemaal IQ, misschien EQ, CQ. Maar er zijn nog veel meer vormen van intelligentie te zijn. En in dit boek hebben ze een paar hele leuke dingen beschreven. Wat ik daarvan leer, en daar ging de vorige sessie over, en dat is het bruggetje naar deze sessie. Wat kunnen we nou in de netwerk- en informatiesamenleving leren van Da Vinci, van zijn houding? En wat heb je eigenlijk in deze tijd nodig om te leven? Succesvol te zijn, dingen te bewegen, dingen voor elkaar te boksen, want we hebben uitdagingen genoeg. Dat is een zoektocht waar we met Permanent Bertha mee bezig zijn. Bridging Brains, Tech and Culture. En Da Vinci gaat natuurlijk over Brains, Tech and Culture. Alleen toen in een andere context. Dus de nieuwe renaissance vieren. Ik vertel erover tegen Martijn. En ik zeg, goh, maar ik heb net Malcolm Gladwell weer gelezen. Wie van jullie kent Malcolm Gladwell? Het is een hele bekende Amerikaanse schrijver. En die heeft een boek geschreven over sociale epidemieën. Dus hoe je met een handjevol mensen heel snel iets heel groots in beweging kan krijgen. En daar vonden we elkaar. En dat is een beetje uit de hand gelopen. Want nou is er zelfs wel onderzoek. Nou heb ik aan Martijn beloofd dat ik daar mijn kop over hou. Omdat ik er echt niks van weet. Dus ik ga mijn onzin erover vertellen. Maar hij weet er echt heel veel van. Dus ik geef even een voorzetje aan Martijn. Vertel. Dankjewel. Nou, ik ben Martijn Lampert. Fijn om hier te staan. Hartstikke leuk. Om kennis te delen ook. Die we de afgelopen jaren hebben opgebouwd. Over ja, Nederland. Hoe is Nederland in verandering? Wat zijn drijfveren van Nederlanders? En dat is waar ik samen met mijn collega's bij Motivaction al ja, jaren mee bezig ben. Door diepte levensinterviews af te leggen, bij mensen thuis te komen, interieurfoto's te maken. Hè, en echt soms 3 uur te praten met mensen over wat hen drijft in het leven. En dan steeds maar de vraag stellen van, hey, en waarom? En hoe zit dat dan? En zo. En toen ik klein was, zeiden mijn ouders en mijn grootouders al, je stelt veel te veel vragen. Nou, op dit moment heb ik de beschikking over een panel van 70.000 Nederlanders. Dus daar kan ik flink wat vragen aan stellen. En natuurlijk met het doel om gewoon te leren. En ja, die nieuwsgierigheid, dat zit in me. En dat zijn we nu ook aan het uitbouwen. We gaan een onderzoek doen in 20 landen. En daar gaan we ook weer dit soort elementen van Gladwell en Leonardo da Vinci in meenemen. Dus wat ik jullie wil vertellen is kort even iets over de achtergrond van deze manier van onderzoeken.
Een aantal portretjes van mensen die we thuis hebben bezocht laten zien. Hebben we samen met BNN een filmpje van gemaakt. En vervolgens iets vertellen over die groepen en hoe die zich verhouden tot die verschillende eigenschappen van Da Vinci. Yes. Geld maakt niet gelukkig. Geld kost gelukkig, maar geld gaat erop. Geld wil ik over het algemeen graag hebben. Het is niet zo dat ik geld gelukkig zalig vind. Kijk, ik kan niet leven met de gedachte van ik heb iets, maar eigenlijk is het dan weer een veel beter product. Daarom hecht ik niet op die manier aan materiële zaken. Ik kom iemand tegen die heeft bijna dezelfde auto als ik, maar ik weet dat ik net iets duurdere variant heb. Dan voel ik mezelf er net iets toffer dan hij. Gewoon de volgende wel, ja. Daar hou ik me niet meer bezig. Ik had het heel erg fijn gevonden als Cohen minister-president zou worden. Ik stem al heel lang D66. Ik heb uiteindelijk PvdA gestemd. Ik stem al SGP. Ik heb PVV gestemd. Ik heb geen goed gevoel bij de PVV. Moet heel raar lopen, wil ik niet naar de Albertijn gaan. Standaard gaan we naar de Aldi. De gedachte dat het een B-merk is, daar kan ik dan niet zo goed tegen. Maar dat komt hij is wel consequent. Daar haal ik. Als het eerst in de supermarkt is, dan koop ik. Ik ben totaal geen planner met inkopen. Nee, ik koop geen magnetronmaaltijden. Nee, dat vind ik een beetje eng. Ik eet heel veel rijst, heel veel oxygena. Wij eten hier eigenlijk heel standaard in Holland. We hebben in het weekend de Telegraaf. En NRC Next als krant. Ja, ik lees eigenlijk zelf de krant nooit. Zolang de papieren krant er is, lees ik geen krant op internet. Dan ga ik alleen achter de computer en dan kijk ik daar. Ik werk voor mijn vrije tijd. Werk geeft mij wel status. Dat ik hoger opkom, daar kom ik niet voorbij in bedrijf. Carrière is voor mij belangrijk. Ze werken allemaal zo verschrikkelijk hard. Weg van de Hilton Hotels. En we hebben nou de all-inclusive vakanties ontdekt. Massatoerisme, daar word ik heel ongelukkig. Dat hoeft gewoon echt helemaal niet. Natuurlijk, in mijn vrije tijd is niet iets waar ik echt naar op zoek ga. Ik hou heel erg van ballet. Ik snap niet dat mensen een half uur naar het schilderij zou kunnen kijken. Meestal te koop is een. Ja. Zo is het snel met een zeeman kleven lopen. Ik koop rustig bij zeeman. Ik heb echt nooit merkkleding. Een goed pak maakt me wel zeker. Kleding betekent voor mij geen status. Zodra ik thuis ben, heb ik een jongenpak aan. Ja, het liefst loop ik een blad om. Goed, als je met mensen praat, dan kom je dus ja, heel veel te weten. En je ziet alle tegenstellingen in de samenleving. En als je beweging wil creëren, dan heb je met al die groepen te maken. En het is dus een kunst om, als je echt doorbraken wil realiseren, als je tipping points wilt realiseren, om dan aan te sluiten ook bij de mainstream groepen. En bij de vooruitstrevende groepen. En dan heb je kennis nodig. Kennis van hun drijfveren. Kennis van hun waarden. Kennis van hun dromen. En als je die kennis hebt, dan kun je met hen een stap verder zetten. En Nederland is ontwikkeld van een statische, meer hiërarchische klassemaatschappij naar een heel gefragmenteerde, dynamische netwerksamenleving. En als je kijkt naar het waardepatroon van mensen, dat is redelijk stabiel. Dat is gevormd in je formatieve periode, tussen je, zeg maar, je 15e en je 25e jaar. En die waarden, die oriëntaties, die blijf je ook later in je leven vaak nog heel erg koesteren. Terwijl gedrag en opinies, die zijn ja, wat meer veranderlijk. Hè? Dus daar kun je meer beweging in brengen. Als je dan naar die waarden kijkt, dan kun je dat onderzoeken. Hè? Door dieptelevensinterviews, door zo'n panel in te zetten, door kwalitatief onderzoek. En dan komen we tot een indeling in 8 groepen, mentaliteitsgroepen in Nederland. Wie kent dit plaatje? Kijk, al redelijk. Okay. Kort, de verticale as is sociaal-economische status, van lagere tot hogere klasse. En de horizontale as gaat van traditioneel, behoudend, risicomijdend, via modern, meer gericht op verwennen, bezitten. En dan aan de rechterkant de postmoderne groepen, die gericht zijn op ontplooien en beleven. Jullie. Goeie samenvatting. En als je daar rechtsboven zit, dan wil je vaak heel veel dingen realiseren in de samenleving. En dan denk je van ja, ik heb nou een trend te pakken en die moet eigenlijk heel groot worden. En dat kunnen we met z'n allen. En dan is het heel lastig om naar die groep door te breken. Maar er zijn wel
zeker aanknopingspunten om bij die groepen terecht te komen. Even wat voorbeelden. De traditionele burgerij. Het is een groep die heel erg hecht aan gemeenschapszin. Aan huiselijkheid, aan geborgenheid, vrijwilligerswerk. In deze tijd die erg veranderlijk is, waar steeds meer een beroep wordt gedaan op eigen verantwoordelijkheid, zijn deze mensen misschien nog wel bij uitstek in staat om uit te leggen hoe dat nou werkt, iets organiseren in een buurt. Alleen ze zijn gemiddeld wat ouder. Maar het is de kracht van deze groep. Het zijn niet de trendsetters, maar het zijn wel mensen die passen op een bepaalde manier bij wat deze tijd vraagt. Hoe vaak wordt die brug geslagen? Dat kun je doen. Nieuw-conservatieven, dit is een groep waarvan we weten, vaak hoger welstandig, vaak ook werkzaam, bijvoorbeeld in de financiële sector, in het bank- en verzekeringswezen, in de notariaat, advocatuur. En zelfs deze mensen die zeggen nu al van ja, misschien moet er wel toch een bankiers-eet komen. Is het van belang dat die groep wat meer zich met ethiek en met sociale verantwoordelijkheid bezig gaat houden. Het is een trend. Bij deze groep, daar kun je ook bij aansluiten als je dat op een slimme manier aanpakt. Terwijl vaak werd gedacht eerder van ja, deze mensen houden alle vernieuwing tegen, staan ze nu juist open. Dus het is de kunst om daarbij aan te sluiten. Heeft het voordeel te maken met taal die je gebruikt? En ik kan me voorstellen, absoluut. Als ze verzetten zich tegen sociale en culturele vernieuwing, ze zeggen, kom, we gaan dingen weer samen doen met z'n allen in normenschap. Dan zijn we gewoon iets aan doen wat wij als nieuw ervaren, want dat was volgens ons weg. Maar dan is het gewoon een semantische discussie. Ja. Nou, we hebben het taalgebruik van deze mensen dus onderzocht. En dan zie je dat deze groep vaker woorden gebruikt als efficiënt, rendement, infrastructuur, dat soort termen gebruiken zij vaker. Ook in open antwoorden in ons onderzoek. Hè. Terwijl die traditionele burgerij die zegt vaker wij en ons en zo. Dus je zult bij dat soort technologie. Google Translate voor verschillende soorten. Ja, dus als je deze mensen, wil overtuigen van vernieuwing, dan zul je een spreadsheet moeten maken en een aantal dingen moeten voorleggen, uitrekenen. Dan kom je al een stuk meer in hun leefwereld, zeg maar, dan wanneer je komt met ik heb een gaaf idee. Je zult het op een andere manier moeten aanpakken om deze groep te overtuigen. Want deze groep is heel machtig, heeft heel veel invloed in de samenleving. Heeft bedrijven en heeft het gewoon ook voor het zeggen. Dus met hun moeten we praten in spreadsheet taal. Onder meer, ja. Daar moet je een andere taal voor leren. En het hebben over rendement op langere termijn. Je zult daar soms wat. Geef je de Most Fiction taalkursus? We hebben een redacteur die daar heel goed in is. Maar we zijn het ook nog aan het leren. Dat is ook permanent beta bij Most Fiction. De opwaartsmobiele, carrièregericht, druk. Nu een sterke, in opkomende groep. En dit zijn ook vernieuwers, heel daadkrachtig, maar vaak via consumeren, via de consumptiecultuur, via de merken. En die jongen die zijn auto zo gaaf vond, dat was iemand uit deze groep. Ook een heel belangrijke groep, veel jongeren vind je hieronder, in opmars in Nederland. Cosmopolieten, integreren de meer postmaterialistische waarden zoals solidariteit en duurzaamheid met die nieuw-conservatieve taal. Deze groep die weet die brug wel te slaan. Het zijn wel wereldburgers, zou je kunnen zeggen. Qua leeftijdsopbouw vooral babyboomers? Bij cosmopolieten vind je ook best wel wat jongeren. Okay. Ja. Onder ouderen vind je weinig cosmopolieten. De postmaterialisten. Maatschappij kritisch, idealistisch, vaak werkzaam bij NGO's. In de caritatieve sector of in de journalistiek, in het onderwijs. Veel mensen die opkomen draven op inspraakavonden. Bij vaak postmaterialistisch, in de vakbonden. Gemiddeld is dit wel ik noem het wel eens de nieuwe traditionele burgerij. Omdat de traditionele burgerij is het nu het meest vergrijsd. Maar dit is een groep waar je heel veel babyboomers ook in terugziet. Kun je iets zeggen over de politieke kleur van deze groep? Als je deze groep bijvoorbeeld vergelijkt met die nieuw-conservatieven, dan waren de nieuw-conservatieven wel vaker VVD-stemmers, rechtser. En dit is een groep die GroenLinks stemt, SP stemt. En de cosmopoliet stemt weer vaker daar een beetje tussenin, D66. Dat zijn gemiddeld wel hoog opgeleid. Dus politieke voorkeur hangt hier ook mee samen. Dus als je praat met GroenLinks, heb je een heel ander taalgebruik uiteraard. Dat voel je ook aan, dan wanneer je praat met die nieuwe conservatieven. Maar het leuke is juist, je kunt dat ook strategisch inzetten.
En je kunt daarvan leren om doelen te bereiken. Want er gaat heel veel energie en tijd naar, ja, in miscommunicatie kwijt, terwijl je daarin ook versnellen kunt brengen. Postmoderne hedonisten is een gemiddeld wat jongere groep. Taboe doorbrekend, wil gewoon vernieuwen en vindt vernieuwing ook heel belangrijk. Is een tegenpol van de traditionele burgerij. Zijn het gewoon nieuwe hippies? Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Ja. Ja. Maar deze groep is niet zo sterk in opkomst als die opwaarts mobiele. Dus dat is een interessante alliantie die je zou kunnen sluiten. Dus als je vernieuwing wil bewerkstelligen en je blijft alleen maar in je eigen kringetje rechtsboven, ja, dan dat is leuk. Maar uiteindelijk breng je het natuurlijk niet door naar andere groepen. En dat is waarom we dit model inzetten. We weten ook waarom, wat mensen lezen, bijvoorbeeld de personalities, programma's waar ze graag naar kijken. Dat is allemaal uitgebreid in kaart gebracht. En ook hoe de generaties zich ontwikkelen. En Jan Smit, Andries Knevel, Paul de Leeuw, Freek de Jonge. Die heb je met 80.000 man zitten onderzoeken. Nou, we hebben dus sinds 1997, doen we elk jaar, komen we bij 1000 mensen aan huis, waar we vragenlijsten afnemen. Daar halen we trends uit. En die 70.000 mensen, die zijn ingedeeld naar deze groepen. En we doen op continue basis onderzoeken naar allerlei thema's. Naar werk, vrije tijd, consumptiegedrag, personalities. En daaruit destilleren we dit materiaal. En heb je ook informatie over dat je binnen gezinnen meerdere van die types in één ruimte hebt? Ja. Nou, wat ik jullie kan vertellen is dat... Ja, ik vraag hoe het dan als je kijkt naar partners, partnerkeuze, daar hebben we uitgebreid onderzoek gedaan, dat 8 op de 10 koppels, stellen, die komen of uit hetzelfde milieu of uit het naburige milieu. Dus vroeger zeiden ze 2 geloven op 1 kussen, daar slaapt de duivel tussen, dat werkt niet. Nu werkt het langs de lijnen van leefstijlen. Je kiest toch een partner, ja, dat hou je dan ook langer uit, hè? Ja, met een vergelijkbare levensoriëntatie. Als je dan kijkt naar die jongeren, de kinderen, dan zie je dat heel veel kinderen nu worden geboren in deze grote middengroep. Want die krijgen namelijk meer kinderen dan die groep rechtsboven. En dit soort waarden, die worden dus ook meer overgedragen. Als ze dan gaan studeren en ze gaan dan bijvoorbeeld naar een andere stad, dan is de kans groter dat ze richting de cosmopolieten gaan, bijvoorbeeld op de opwaarts mobiele. Als ze niet gaan studeren, ze gaan naar een mbo in de buurt, dan is de kans veel groter dat ze die moderne burgerijmentaliteit houden. Hier heb ik ook 2 boeken over geschreven, samen met Frits Spangenberg, de oprichter van Motivaction, over de grenzeloze generatie en de eeuwige jeugd van hun opvoeders, over jongeren van nu en de diversiteit daarbinnen en hoe je hen kunt helpen om hun talenten te ontwikkelen. Dan gaan we naar Da Vinci. Martijn. Ja, die Da Vinci die heeft 7 eigenschappen ontdekt, van die 7 intelligentievormen, 7 houdingachtige dingen. Van die zei, kijk, die zijn nou typisch voor Da Vinci. Een tijdje terug had ik ze aan mijn hoofd geleerd. Ik geloof dat ze weer kwijt zijn, maar wij gaan ze nu opleveren, toch? Kijk, dit was de eerste. Curiositeit, onverzadigbare, nieuwsgierige levenshouding. Dus permanent leren eigenlijk. Permanente nieuwsgierigheid. Op een manier zijn er een hele hoop mensen niet meer nieuwsgierig. Jullie wel natuurlijk, dat was je hier vandaag niet. Maar hele organisaties worden bevolkt door mensen die niet meer nieuwsgierig zijn naar nieuwe dingen. En dan kun je dus ook geen nieuwe oplossingen volgens mij verzinnen. Dus dit is een van de allerbelangrijkste eigenschappen om in die netwerk- en informatiesamenleving, net als die Da Vinci, te kijken, goh, wat kan er allemaal en zou dit ook nog kunnen. Ja. En het web helpt ons daarbij, want dan kun je natuurlijk alles leren wat je wil leren. Je gaat naar YouTube en ik wou laatst op mijn vingers leren fluiten, dat kan ik nog steeds niet. Is hier thuis een vingerfluitencoach? dank je. Ik ging naar YouTube en ging eens kijken. Ja hoor, how to whistle fingers. Hup, allemaal filmpjes. Wat je ook wil leren, staat er op YouTube. Maar het is een tweede. Ja, nou, we hebben deze dus gekoppeld in het onderzoek met die mentalities. En dan zie je dat de traditionele burgerij, de moderne burgerij, die hebben dat veel minder nieuws, die onverzadigbare nieuwsgierigheid. Terwijl die groep opwaarts mobiele, carrièregericht, druk, dat is een groep die wil juist heel veel nieuwe dingen leren en die neemt ook niet zomaar iets voor waar aan. Dus de kunst is, die lui die super nieuwsgierig zijn, die komen dus waarschijnlijk meer dingen tegen, dat er bruggetjes gaan staan tegen die lui die niet meer nieuwsgierig zijn. Ja.
zodat we met z'n allen meer weten. Want die groepen linksonder in het model, die traditionele burgerij, die moderne burgerij, die zijn ook wel ontevreden over heel veel zaken in deze tijd. Dat is ook niet raar, want zij worden ook het hardst geraakt door de economische crisis. En als je hen dan niet helpt met vernieuwing, met nieuwtjes, met nieuwe oplossingen, nieuwe manieren, ja, dan worden ze alleen maar bozer. En dus daar ligt echt een kans, want zij willen wel veranderen, maar ze weten vaak niet hoe. En ze worden daar ook weinig bij geholpen. Ik voel dat mijn moeder een beetje bij die doelgroep hoort, want die heeft sinds 2 jaar nu een tablet. Heb je ooit onderzoek gedaan naar tabletgebruik binnen die eerste 2 groepen? Want die zijn volgens mij kapitaalkrachtig genoeg. Ja. Zijn bijna allemaal online tegenwoordig om mensen te kopen. Nou, niet kwantitatief, maar ik weet wel dat er diverse senioren zijn, gewoon in de eigen kring, die zo'n tablet heel makkelijk vinden. Het ligt gewoon op de tafel, je kunt lekker mailen met je kleinkinderen. Zeg maar die nieuwsgierigheid. Ja, precies. En ze kunnen gewoon toegang krijgen tot informatie. Wie van jullie heeft een tablet? Ja. Zijn moeder ook. Kijk. Wie van jullie heeft ouders met zo'n ding? Ja, precies. En wie heeft jullie ouders daarbij geholpen? Kijk, dat is een voorbeeld van... Maar dat is een voorbeeld van hoe je vanuit die cosmopolitische groep andere groepen kunt helpen. Dat kan nog veel groter. Ik wou je nog even zeggen, want het lijkt heel makkelijk voor ons. Ja. Waar je op met je vingers aankomt, gebeurt in één keer iets anders. En je hebt helemaal geen controle waar dat heeft plaatsgevonden. Ja. Waar had ik mijn duim, waar had ik mijn vinger dan? Dus eigenlijk vind ik hem vanuit dat gedacht moeilijker dan een ding waar je het kunt. Ja. Omdat het intuïtieve, in één keer is ze al een beeld kwijt en heeft ze zo'n knopje. Je moet een speciale apps ontwikkelen voor mensen van die generatie. Ja. Met langzame knopjes. Het is niet van niets. Ja, als bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat zijn allemaal uitdagingen. Ga even door. Misschien ken je die quote. Assumptions are the mother of all fuck-ups. Yes. Dus als je denkt van waar is het misgegaan, nou bij aannames die je niet getoetst hebt. Mijn ervaring is dat plannen maken, is vooral dikke plannen van papier, dat is een aanname. Dan leg je nog een aanname op en dan ben je zo'n stapel aannames verder die je niet getoetst hebt. Daarom gaan de meeste plannen altijd mis. De functie zei ja, je moet gewoon alles uitproberen. Je moet gewoon klooien en kijken wat er gebeurt. Hoezo de boel moet af zijn. We beginnen gewoon te kijken wat er gebeurt. Nee, het werkt niet, nou, dan gaan we het anders doen. Trial and error. Een continue testen door ervaring. En dat zijn we verleerd met z'n allen. We zijn verleerd met z'n allen om fouten te maken. We zijn fouten aan het voorkomen. Wat bij een open hart operatie een goed idee is. Maar we zijn bezig met het camoufleren van fouten. En vooral anderen de schuld geven. En dan krijg je allemaal politiek gedrag. En wat blijkt, Martijn heeft daar weer leuke dingen over ontdekt. Nou ja, wederom, die groep cosmopolieten op waardesmobielen, dus de wereldburgers, de carrièregerichte groepen, die scoren hier weer heel hoog op. Want die weten dat ze van verder komen door trial and error. En deze groepen hebben daar veel meer moeite mee. En vinden dat ook soms moeilijk. En die houden ook niet van politici bijvoorbeeld, die het ene keer dit zeggen en dan iets hebben geleerd en dan iets anders zeggen. En toen ze dan flip-flop. Ja, terwijl dat wel ook de praktijk is. En zij in de praktijk ook zelf allerlei keuzes maken. Ik kan me voorstellen, als je veel te verliezen hebt, dat je minder snel een risico neemt om iets te proberen. Ja. Klopt het ook dat die groep die niet zoveel dingen toetst aan ervaring, dat die ook meer te verliezen hebt? Ja, en dat is ook, nou in ieder geval, dat is de groep die nu in deze tijd het moeilijkst heeft ook, in de crisistijd. En schuld op schuld heeft gestapeld. En voor de kinderen ook natuurlijk wil sparen voor de toekomst. En dat is. Wat gebeurt er als het misgaat? Wat kan het anders? Ze zijn niet nieuwsgierig. Ja. Nee, maar ze zijn ook angstiger gemiddeld genomen. Ja. Dat is ook een duidelijk verschil tussen deze groep die veel meer surfend in het leven staat, zeg maar. En deze groep die heel erg toch het bij het oude wil houden. En daar ook het vertrouwen erbij vindt. Maar als je deze groep zou helpen om vertrouwd te raken met verandering. Dan kun je hele grote slagen maken. Okay. Als ik naar de statistiek kijk, dan zie ik het voor het bovenste stukje, het verschil in de vorige plaatje. Aan de linkerkant zit hier op de balk tussen 3,1 en 3,6. Ja. Daaronder zit dus een heel groot stuk. Ja. Dus hoe significant, met andere woorden, zijn die verschillen nou eigenlijk? Want het verschil is meer volgens mij dan wat ik eigenlijk zie met de cijfers. De vraag is hoe significant zijn de verschillen. Dat verschilt per dimensie, per Da Vinci dimensie. Als je kijkt naar de voorlopers en de achterlopers, dat zijn zeker significante verschillen. Zoals blijkt in het onderzoek.
En ook zeker als je naar de samenhang kijkt, ook met andere zaken. Maar wat we leren, en dat wilde ik straks ook vertellen, is dat een aantal van deze dimensies, die Da Vinci-dimensies, die hangen dus ook heel sterk met elkaar samen. Het is een bepaalde gedeelde mentaliteit. En daar hebben we dus ook een schaal van gemaakt. En daar ga ik straks wat over presenteren. Ik krijg een beetje de indruk, als ik het verhaal zo hoor, ja. Krijg ik een beetje de indruk zeg maar dat het verschil tussen die rechtsgroep mm-hmm. en de linkergroep enorm groot is. Terwijl, ja. Als ik naar de cijfers kijk, is het wel zo groot als het... Totdat je ze zo meteen extrapoleert, dan zeg ik... Naar de data die we zo meteen krijgen. We hebben het ook gekoppeld met wat doen die mensen. Dat is de volgende stap die we maken. Maar goed, kijk, natuurlijk, het onderzoek van waarden is gradueel. Het is niet zoals je bent mannetje of je bent vrouwtje. Hè? Dat is duidelijk, 0 of 1. Hè? Of 1 of 0. Maar met waarden, dat is een glijdende schaal. En dat is dus een andere manier van onderzoek doen dan wanneer je alleen maar kijkt naar opleiding, leeftijd of geslacht. Dus je moet dan ook naar de patronen gaan kijken. Het is een meer holistische manier van onderzoek. Hè? En dat past ook wel bij... Da Vinci zelf, zullen we straks ook opkomen, dan heel veel traditionele manieren van onderzoek. Wat tegenwoordig die waarden? Dat zijn gemiddelde scores op een aantal stellingen die we meten om bijvoorbeeld hier sensazione te meten. Daar hebben we 3 tot 5 stellingen en daar hebben we een schaal van gemaakt. Die heeft een intern consistente sterke alfa. Wat hij zegt. Wat is 3,0? Wat is 3,2? Ik kan hier heel uitgebreid natuurlijk de methodologie vertellen. Oké, gaan we even terug. Zullen we eerst jullie verhaal afmaken? Ja. Er heel veel vragen. Want we kunnen... Anders kan ik het verhaal niet meer volgen. Wat is nou precies het doel om mensen te klassificeren en al die informatie te achterhalen? Is het leren van hoe de principes van Da Vinci en het denken van Da Vinci en ook Glättel in deze tijd werkzaam is bij mensen. Waarom is dat zo? Omdat we nieuwsgierig waren van, als je dingen in beweging wil krijgen in deze samenleving, wat voor soorten houding heb je daarvoor nodig? Wat voor soort mensen passen bij en waar loopt het mee? Wat wil je dan bewegen? Wat is dan het doel van bewegen? Nou, stel dat je denkt, het zou eens kunnen gebeuren dat het financiële systeem in elkaar flikkert, dan moet je ook een alternatief verzinnen. Nou, wie zijn daarmee bezig en hoe zit iets op elkaar? Wat je zo vaak ziet is dat mensen dan bedenken, oh, dit is wat er met de maatschappij moet gebeuren. En dan wordt dat niet vanuit de mensen zelf bedacht, maar van bovenuit. En dan worden dit soort groepen, ik was in alle drie, niet en wel, zeg maar. Dat wil zeker allemaal te lezen, de facties in elkaar. Nee, het punt is, als je het zou willen bewegen, ongeacht wat en wie, is het handig om te gaan bedenken, hoe werkt dat in deze samenleving? Want blijkbaar vroeger kon je advertenties inkopen, kon je op de televisie en dan zet je iets in beweging. Ja. Dus als je iets voor elkaar maakt... Maar een politieke partij worden. Nou, niet per se. Ik wil je één ding op melden. Wat we aanreiken is een soort van instrumentarium, een manier van werken, die een ieder kan gebruiken voor zijn eigen doelen. Dus politieke partijen voor een bepaalde richting, of iemand die een project wil realiseren in een andere richting, om het wat te kunnen versnellen. En het is aan jezelf of je daar gebruik van wil maken of niet. Dus stel dat jij wil iets doen met onderwijsvernieuwing, ja dat is leuk, maar waar begin je dan? Ja. Misschien is deze manier van kijken een andere manier dan je gewend was en is die bruikbaar. Ja. Okay. Misschien is het slim om gewoon het weer te koppelen aan dat tipping point principe. Dat gaan we zo doen. Dat is wel een volgorde ooit. Maar dit is ook een beta, dus we gaan dadelijk omgooien. Ja, oké, mooi. Sensazione. Ja, we moeten een beetje meer aan de slag van onze zintuigen. We zijn een beetje afgestompt met de technologie, we moeten weer gaan voelen. Dus natuurlijk die hele mindfulnessbeweging, het happiness-publiek voor een deel, de yoga-beweging. We moeten onze zintuigen trainen, allemaal niet met stukjes die... je overal vandaan kan halen. Daar zijn deze lui ook weer druk mee bezig. Zijn ze weer mee bezig, ja. Dat zijn de mensen die daar het meeste gevoel bij hebben, toch. Het trainen van hun zintuigen. En de opwaarts van Rutte doen dat op allerlei manieren en zijn daar wat extremer ook. Extreme sports passen hier bijvoorbeeld bij, of wat experimenteren met verdoofde middelen. Dat gebeurt daar ook, en hier wat minder. Dus op allerlei manieren willen ze verfijnen. Maar ook, het lichaam verbeteren zullen we straks ook terugzien bij een andere
Da Vinci eigenschap. Dit is er eentje die heel sterk verschilt tussen de groepen. Sfumato, dat is opgaan in rook. Ja, dus dealen met ambiguïteit, met onzekerheid. We leven een hele onzekere tijd, allerlei systemen zijn in elkaar aan het flikkeren. Het is een enorme verandering, dankzij technologie, social media, andere dingen in deze tijd. En dealen met onzekerheid is iets wat voor de overheden van nature niet zo heel goed kunnen. Die zijn nogal bezig met alles dicht timmeren, zodat er überhaupt niet mis kan gaan. Zoals we net geleerd hebben dat je daar het meest van leert. Dus Sfumato, die dealen met onzekerheid en dubbelzinnigheid en paradoxen, was een Da Vinci principe waardoor je ongelooflijk leerzaam is. En als we kijken naar het onderzoek. Ja, dan zie je dat hier nu opeens een andere groep ook naar boven komt. En dat is die groep nieuw-conservatieven. En dat is ook de groep die uit andere onderzoeken blijkt ook die het hoogste IQ heeft. Dat is ook de groep die bijvoorbeeld werkzaam is in die sectoren die ik net noemde. Financiële sector en andere plekken. En een groep die heel erg ook rationeel is ingesteld, maar ook heel erg goed strategisch kan navigeren. Dus als ze bepaalde informatie krijgen, dan meteen de schakelen naar, dan gaan we dit doen. En dat is ook een groep die daar heel veel invloed in heeft. Dus het omgaan met die groep zit er hooggevoelig. De hooggevoelige? Want de hoogintelligente interesseert me niet zo veel. De hooggevoelige. Ik ben ontzettend spastisch voor hoge intelligentie. Ik ben zelf, dat is ook lastig. Ja. Maar waar zit de hooggevoelige? Want ik denk dat is een goeie, dat weet ik niet. Dat zou ik dan zo moeten. We moeten straks even gaan praten. Dat is toch een leuke vraag. Ja, maar goed, die hoogintelligenten die bepalen toch ook wel wat in deze samenleving. Dus het is van belang om ook te weten waar ze voor zij gevoelig zijn. Het is een groep die ook al heel erg open staat voor nieuwe informatie namelijk. En dat is denk ik de kunst. Als je daar verandering wil bewerkstelligen, kom met de juiste informatie in de juiste taal. Ja, de synthese tussen kunst en wetenschap. Alleen wetenschap, om de wetenschap, ja, dat is ook maar zo wat. Alleen maar mooie kunst maken, kunst onder kunstenaar, boulaar, ja, leuk. Maar wat is daar nou de maatschappelijke relevantie van? Eigenlijk, Daan Rozengaarden, ik heb de tegenlicht of zomergasten gezien, die zit precies op dit snijvlak. De maatschappelijke relevantie van kunst en de toegepaste kunst, gecombineerd met wetenschap en nieuwe dingen ontdekken. Nou, en hier, je ziet dat dit eentje is die heel sterk differentieert. Hè? Dus, daar zit dus verschil in, inderdaad. Sommige differentiëren sterker dan andere. Maar dit is de integratie van gevoel en ratio. Dus dat komt al een beetje tegemoet aan waar jij het over hebt. En die nieuw-conservatieven scoren daar minder sterk dan die cosmopolite postmaterialisten. Ja, dit is Men's Health en alle yogascholen en al die andere zaken. Bezig met je lijf. Even weer terug in je lijf, even voelen. Bezig zijn met, die machine die moet blijven draaien en ik wil even in je hoofd zitten, maar je moet ook zorgen voor je lijf, want je hebt ze allebei nodig. Ja. En Da Vinci was daar erg mee bezig. Ik las een verhaal dat hij bekend was destijds, omdat hij altijd te herkennen was aan zijn vierde tred. Die man die was zichzelf aan het trainen en dacht echt helemaal rechtop te lopen. Tot op oude leeftijd kreeg hij dat voor elkaar. Dus hij was maniakaal bezig met zijn lijf. En dat zijn er steeds meer om ons heen, zie je. Dus ik probeer het af en toe, maar zover weet ik niet, het komt uit. Maar dat is een leuk... Die hele trend rondom fitness, de body culture, die past specifiek mentaliteitsgroep en andere minder. Dat is heel duidelijk aanwezig, ook in deze tijd. De zinnelijkheid, het hangt ook samen met sensazione, wat we net al zagen. Daar zijn vergelijkbare groepen mee bezig. De opwaarts mobiele, carrière gericht, druk. En ze zijn ook hard voor zichzelf, zeg maar. Ze willen zich grenzen. Misschien ook dat ze het nodig hebben, dat blijft moeten doen als jij gewoon flink door wilt. Ja, precies. Ja, alles wat je niet gebruikt, sterft af natuurlijk. Ja, klopt. En de andere groepen die dijen ook meer uit, hè, in letterlijke zin. We doen ook onderzoek naar... Er zijn er meer van. We doen ook onderzoek naar overgewicht. Hè, en het heeft natuurlijk ook te maken met een zekere zelfdiscipline. Hè, en wat je eet. Hè. Je bent wat je eet, dat wordt ook wel gezegd. Dat zie je ook gewoon terug in dit soort mentaliteitsgroepen. Ja, u die voorstond Peter Ross hier met een verhaal waar het ook ging over netwerksamenleving, over onderling verbonden netwerken en hoe netwerkdynamiek, netwerkstructuren, ons brein vormen, onze samenleving vormen. En Da Vinci had het over connexion, dus het
alles is onderling met elkaar verbonden. Nou ja, die Age of Aquarius, het hippie tijdperk, maar dan even in een van de sales jasje. En er zijn steeds meer mensen die snappen dat als je daar ergens loopt te klooien, dat er dan daar waarschijnlijk iets gebeurt. En als je al die dingen los, geïsoleerd van elkaar bekijkt, en je ziet het verband der dingen niet meer, dan kun je wel eens nat gaan. Dus het is een goed idee, als je iets in beweging wil krijgen, dat je de onderlinge samenhang der dingen in elk geval bestudeert. Ja. Goed, wat we hebben gedaan in het onderzoek is gekeken naar wie scoort er nou hoog op minimaal 5 van de 7 principes. Want dan kun je een groep isoleren die in ieder geval meer affiniteit heeft met die Da Vinci-principes. En dan zien we dat de groep die daar het meest mee heeft, dat zijn de cosmopolieten, de KM-groep, de grijze groep. Terwijl dat normaal gesproken is het ongeveer 10% van de samenleving, nu is het 30%. Je ziet ook de groep opwaarts mobiele, dat die sterk vertegenwoordigd is. En verder dat er wat andere groepen kleiner zijn. We doen ook onderzoek naar sociaal-culturele trends. Als je die groep dan verder wil profileren, dan zien we dat een global village, ze zien de wereld gewoon als een dorp in feite. Sociale netwerken is ook iets waar deze mensen heel erg veel mee bezig zijn. Interceptie, dat is misschien toch wel die emotionele intelligentie. Dat is je in ieder geval willen inleven in de ander en dat ook belangrijk vinden. En de drijfveren van anderen willen leren kennen. Empathie. Empathie, precies. Eenheidsbewustzijn, nou ja, dat komt natuurlijk voor een deel omdat connessione een van de kenmerken is. Maar ja, de wereld toch als één systeem zien. Strategisch navigeren, dus makkelijk kunnen passen in een sterk veranderende omgeving. Bonte wereld, dus multicultureel geïnteresseerd, het milieu, daar zijn ze ook mee bezig. Dus het is een specifieke groep die we kunnen isoleren, die daar hoog op scoort. En dat is ongeveer 10% van de Nederlanders. Kun je toch allemaal tegelijk zijn? Het kan, ja. Zeker. Het kan, maar dat is maar een hele kleine groep die al die zeven dingen doet. Ja, maar heel belangrijk. Ja, ja. Maar kijk, in onderzoek heb je ook te maken met de aantallen en je moet ook betrouwbare uitspraken kunnen doen. En als ik het nog kleiner maak, dan wordt het indicatief. Het is het gevaar om iets kwalitatief te kwantificeren. Dat is echt waar, want dan ga je iets wat, zeg maar, iedereen is eigen waarde en eigen realiteit, ja. Dan ga je het gewoon mokjes vragen. Het zijn verschillende manieren van onderzoek doen. En het is zo dat als je onderzoeker bent, ik ben onderzoeker, dan leer je ook afstand nemen om juist patronen te herkennen. En dan werk je met complexiteitsreductie. En dan, ja, natuurlijk, iedereen is uniek. Maar dan kun je nooit de uitspraak doen over waar een samenleving naartoe gaat. Als we kijken naar wat voor mensen zijn dit dan, dan zie je dat die mensen die hoog scoren op die Da Vinci-principes, New Renaissance man of woman, want het is 50% man, 50% vrouw, daar zie je niet zoveel verschil in. Evenredig gespreid over leeftijdsgroepen, dus zowel jongeren als ouderen, net als in de hele populatie. Over inkomensgroepen ook gespreid, over de regio's in het land. Je vindt ze dus overal evenredig terug. Ze zijn wel gemiddeld hoger opgeleid, dus ook niet vreemd. Want het zijn een aantal eigenschappen krijg je ook wel mee vanwege opleiding, vanwege ook nieuwsgierigheid waarmee je ook weer hoger opgeleid kunt raken. Meer cosmopolieten, opwaarts mobiele. Dus alleen mentality groepen en opleiding maken verschillende andere achtergrondkenmerken niet zo. En dan zie je dat op 3 terreinen trendsetters zijn. Dat hebben we ook meegenomen in het onderzoek. We hebben gewoon gevraagd, heb je een hybride auto, gebruik je biologisch vlees? Zo'n hele lijst van dingen waar we samen over hebben gebrainstormd, hebben we meegenomen. Om te kijken van, ja, wat doen die mensen? Mobiel bankieren, dat doen ze vaker. Wie bankiert hier mobiel? Ja. Telewerken, zakelijk netwerk, trendwatchen, vleesvervangers gebruiken, voice assistants. Dat is toch nog niet de meerderheid van de Nederlanders bij deze groep. Wie spreekt wel eens een zoekopdracht in op zijn mobieltje in plaats van in je team? Voor de mensen die niet weten, dat kan gewoon met de Google app. Kun je gewoon druk het microfoontje en dan zegt je, hé, waar kun je je pannenkoek eten vanavond? En dan vertelt hij dat ook gewoon. Moet je maar eens aan. Ja. Gezondheidsapps gebruiken ze vaker. Ja. Ze willen dus feedback loops inbouwen, zelfdiagnose via het web. Nou, hebben we ook even een illustratie van gemaakt. Dit zijn dan die nieuwe renaissance men en women die we in het onderzoek kunnen terugvinden. Ongeveer 10% van de Nederlanders.
is met deze dingen bezig. En dit zijn toch allemaal vernieuwende zaken waar je van je mag verwachten dat ze... bijvoorbeeld dat mobiele bankieren, dat is enorm in opkomst. Ik heb ook gevraagd bijvoorbeeld, zit je op Facebook of ben je op Twitter bezig en zo. En dan zie je dat ze daarin gewoon gemiddeld zijn met de hele bevolking. Dus, en terwijl dit vaak zaken zijn die wat kleiner zijn nog. Die zouden natuurlijk, als zij dan voorloper zijn, zijn ze op dit moment voorloper, maar op een gegeven moment ja, zijn ze ook weer gemiddeld scorend daarin. Hybride auto, ook technologie gecombineerd met duurzaamheid, dat past bij deze groepen. En sociaal netwerken voor business, nou, ik denk dat het hier ook gebeurt, maar ook op heel veel andere plekken. Seeds to Meat, daar komen ze vaker, superfoods. De homo universalis is nu, anno 2013, met dit soort dingen bovengemiddeld bezig. Zijn het ook de mensen die veel bloggen? Ja, dat komt ook uit de onderzoek. Ja, precies. Ja. Wie heeft de tipping board gelezen? Dat waren een paar. Tipping board gaat ervan uit dat je met een klein handjevol met mensen, mits specifieke rollen hebben, als je dan in de juiste context iets doet op een manier die beklijft, dat je dan heel snel dingen in beweging kan krijgen. Dus hoe kwam het dat jarenlang de criminaliteit in New York heel hoog was en dat met een paar simpele maatregelen in no time het hele criminaliteitscijfer naar beneden nam? Dus wat zorgt ervoor dat je heel snel in beweging kan komen? Gladwell heeft daar drie typen mensen onderscheiden. Collectors, verbinders, mensen die op bovengemiddeld veel andere plekken komen. Dat is handig, dan kun je namelijk uit het ene veld informatie meenemen naar een ander veld. Dus dat zijn verbinders. Mavens, misschien ken je mensen die maniacaal enthousiast zijn over Evernote. En als je dan in de bent, dan zeg je, hey, dat is super. Die vinden het leuk om hun kennis proactief te delen, zonder dat anderen hem vragen, maar die vinden het leuk om die kennis te delen. En salesmen, dat zijn mensen die zo enthousiast zijn, dat ze echt alles zomaar in beweging krijgen, puur op basis van enthousiasme. De meest enthousiaste vent die ik ooit heb ontmoet is toevallig hier vandaag. Daar zit hij, dat is Olaf Haveling. En die gaat straks iets vertellen waarvan iedereen denkt, wat moet je ermee? Maar omdat hij enthousiast is, dan geloven jullie dan al. Olaf Haveling. Maar die rollen, en soms hebben mensen meer van die rollen, hier lopen bovengemiddeld veel connectors, mavens en salesmen rond. En een aantal van jullie hebben meerdere die eigenschappen. We zijn gaan kijken, als je nou iets in beweging wil krijgen, en je hebt die lui, hoe scoren die nou op die Da Vinci-index? Precies. En in het achterhoofd even de theorie van Gladwell is natuurlijk, je hebt heel veel mensen die bezig zijn met trends. Maar of die trends ook echt doorbreken, dat is natuurlijk maar de vraag. Hè. Komt een trend ook uiteindelijk tot een tipping point? Heel veel sterft er in de valley of death. Dan heb je mooie vernieuwende dingen, daar ben je heel enthousiast mee bezig. Maar uiteindelijk, ja, je komt er niet doorheen. Hè. In de meer transformational approach zet je juist die salesmen, mavens en connectors in om die trend veel breder te laten verspreiden. Want via die connectors komt het op andere plekken. Via de salesmen verspreidt het als een vuurtje. Ja, en als je die leuk nog tools in handen geeft op social media, gaat het helemaal als een doel. Dus ja. Precies. Dus we hebben ook gekeken, in hetzelfde onderzoek, hebben we ook de Gladwell dimensies van de connectors, de mavens en de salesmen mee laten lopen. En toen hebben we gekeken in de top 25% van die connectors, mavens en salesmen, die heb ik gecrossed met die Da Vinci groepen. Van wie heeft er 5 of meer Da Vinci eigenschappen? Nou, wat blijkt dat binnen die groep, binnen die 10% van Nederland die 5 of meer Da Vinci eigenschappen kent, is 72% ook maven. Is 71% ook salesman. En is 64% ook connector. Dus daar zit een duidelijke verbinding. En ik gaf het net al aan, we zijn een breder concept op het spoor dan wanneer je alleen maar naar elke dimensie of elk type apart gaat kijken. We hebben hier echt te maken met mensen die vernieuwing in gang kunnen zetten en ook kunnen verspreiden. Alleen het is de vraag van hoe succesvol zijn ze daarin nu? Hoe weten ze zich te verbinden met de mainstream? Hoe weten ze zich te verbinden met de mensen in het bedrijfsleven en binnen de politiek? Want daar denk ik dat wel wat winst te halen is. Er lopen heel veel mensen wel met goede ideeën rond. Die klagen over, ja, de politiek wil er niet aan. En waarom gaan ze nou schaliegas boren en ik ben er allemaal niet mee eens. Ja, als je toch iets wil bewegen en je weet niet hoe, dan is dit best handig om te weten. Ja.
Want komen die drie groepen dan ook weer in al die groepen voor? Of zitten die met name weer in die laatste? Dan heb je ook onderzoek of connectors, managers en salesmen, ook in die andere mensgroepen? Ja, in die mentality groepen, ja, dat heb ik ook onderzocht. En wat het verschil is tussen wat je vindt bij Da Vinci en bij Gladwell, dat de Da Vinci-types het vaakst voorkomen binnen de cosmopolieten, en dat de Gladwell-types het vaakst voorkomen binnen de opwaarts mobiele. Maar de tweede bij de Gladwell-types zijn de cosmopolieten, en de tweede bij de Da Vinci zijn de opwaarts mobiele. Dus er zit een nuanceverschil. De homo universalis is cosmopolitischer dan de Gladwell changemaker, zou je kunnen zeggen, die wat meer van het doen is. En ik vermoed dat jullie bovengemiddelde scoren op al die types. Voor mij zit hier bovengemiddelde opwaarts mobiele cosmopolieten in de zaal. Precies. Even een vraag. Ja. Jij zei net die connectors, dat je met name dus in verschillende omgevingen informatie combineert, maar ik had het idee dat het met name ging om het verbinden van mensen, zeg maar. Als je kijkt naar de definitie van Gladwell, is een connector iemand met overbruggende sociale netwerken. Die is een soort van hub. Ja. En hebben jullie ook gekeken naar zeg maar combinaties tussen die verschillende rollen? Die voorkomen? Nou ja, dit is waar we nu zijn aanbeland. We zien dat het heel sterk met elkaar samenhangt. En ook als je dan gaat kijken naar trends, want wat we nu willen doen in de afronding is de inzichten die we net hebben opgedaan verbinden met wat er gaande is in de samenleving in bredere zin. Om met jullie eens een discussie te voeren of te starten in feite van wat betekent dit nou wat we aan het vinden zijn. Want we zien dus bijvoorbeeld in de samenleving, en we doen dat onderzoek dus al heel lang, dat er steeds meer mensen zeggen van nou, ik heb er uit eigen beweging voor gekozen om een meer sober leven te leiden. Zelfs al voordat de crisis intrad, in 2008, zag je dat al langzaam aan het stijgen is. Het is een beetje wat The Age of Access is van Jeremy Rifkin, dus het tijdperk van toegang. Dat bezit langzaam minder hoog gewaardeerd wordt en dat toegang steeds hoger gewaardeerd wordt. Ja, en dus meer zelf doen, al dan niet in coöperatieve vorm. Dat mensen niet zitten te wachten meer op een paternalistische overheid, maar zelf dingen willen beleven, willen ontplooien, elkaar willen inspireren. Dus dat daarin is de wereld aan het veranderen. Wat we ook zien in het onderzoek, en dat past wel bij de visie van ook Leonardo da Vinci, is dat dromen en visioenen mede ook bepalen hoe de werkelijkheid zich ontwikkelt, mits ze maar postvatten in de hoofden van mensen. Dit is eigenlijk de experience economy en ook de Dream Society van Ralph Jensen. Dat is de Thomas Theorema uit de sociologie. Thoughts become real in their consequences. En wat we dus zien, is dat het belang van dromen en fantasieën als belangrijke drijfveren in het leven, in crisistijden, daar zie je misschien nog wel dat het doorstijgt, steeds meer van belang is. De positieve psychologie ook, zie je ook bij jongeren terug. En natuurlijk hebben we steeds meer tools in handen. Misschien ken je die quote, the cost of stepping in the game of your passion are lower than ever. Het is nog nooit zo goedkoop geweest als je ergens een droom had om ergens mee te beginnen. Omdat we de tools die je daarvoor nodig hebt, die zijn er bijna digitaal voor iedereen beschikbaar. Dus die can-do mentaliteit, die laat zich prima verbinden met droom en fantasie. En dat zie je bij jongeren in sterke mate. Dus je kunt naar deze tijd kijken van we leven in een crisis, we gaan het allemaal minder krijgen. Of je kunt naar deze tijd kijken, ook in het licht van dit soort trends, van steeds meer mensen realiseren dat ze zelf aan het sturen zitten. Er zijn natuurlijk ook mensen die dat niet kunnen. En die brengen we ook duidelijk in kaart in het onderzoek. Dat is het risico. Maar tegelijkertijd verandert de samenleving. En dus, en dat is dit is wat de besluit. Is de politiek. Ja, we doen ook veel. Ik heb veel onderzoek op. Veel onderzoek naar bestuurstijlen. We hebben een uitgebreide literatuurstudie gedaan. Daar zit ook gebaseerd. Dit is geen kwantitatief onderzoek. Dit is een literatuurstudie. Waarbij we verschillende assen zien. En als bestuurder kun je gericht zijn op stabiliteit, beheersing, zeg maar aan de onderkant is het rationele, de ratio, of juist op flexibiliteit van boven. Veel meer op het intermenselijke en het aanpassingsvermogen.
Dus zeg maar hart versus hoofd. En dan zit hier de hiërarchische leider onderaan. En daarboven veel meer de netwerkstijl. En de horizontale as is, ben je als bestuurder vooral intern gericht. Dus op de eigen, ja, de Haagse vierkante kilometer of het, Brussel. Of ben je gericht op, ja, op de omgeving in bredere zin. Veel meer extern gericht op de samenleving. En wat je dus ziet, we hebben heel veel gesprekken gevoerd met bestuurders. Dat de analytische procesregisseur bijvoorbeeld, die zou kunnen zeggen de superambtenaar, die is intern gericht en heel erg uit op stabiliteit en beheersing, dat dat de groep is die het nu heel moeilijk heeft. En dat er eigenlijk een nieuw type van bestuurder, ook met het wisselen van de wacht van de generaties aan het opkomen is, die zelf ook bezig is met sociale media, veel meer de netwerkstijl beheerst, of juist een duidelijk aanjager is. En je kunt kabinetten ook bijvoorbeeld typeren in deze bestuurstijlen. Wat bedoel je met dat ze het heel moeilijk hebben? Want je ziet ondertussen een beweging die juist heel erg gericht is op controle, angst, beheersing enzovoort. Dat is de risico, de regelreflex. En dat zie je dus heel sterk bijvoorbeeld. Kijk, je kunt sectoren hierin plotten. Je ziet dat in de financiële sector nu dit inderdaad heel sterk in opkomst is. Maar als je gaat kijken naar de ontwikkelingen waar mensen ook willen dat het naartoe gaat, daar heb ik ook samen met Herman Wijfels een uitgebreid artikel over geschreven, over veranderingen onder de oppervlakte van de crisis. En dan zie je dat veel meer mensen dingen zelf willen gaan doen. Je ziet crowdfunding, kredietunies, dat daar veel meer steun en sympathie voor is dan voor de oude manier van worden, die er nog steeds is. Dat is duidelijk. Er bestaan gewoon, en dat wil ik ook de message laten zijn van mijn bijdrage, er bestaan gewoon heel veel werkelijkheden naast elkaar eigenlijk. En het gaat erom van hoe kun je die dan met elkaar verbinden om tot vernieuwing te komen. En daar proberen we onze bijdrage aan te leggen. Is dat belangrijk om die te verbinden? Is er ook een andere manier? Nou, nee, want kijk, als het tegenover elkaar blijft staan, dan krijg je natuurlijk allemaal botsingen. Dat is niet wat ik bedoel. Is er ook een derde weg? Gewoon door ook van elkaar te leren. Dat gaat door verbinding inderdaad, maar ook door het ontwikkelen van nieuwe kennis, nieuwe manieren van werken. En daarom ben ik ook aangesproken door die denkwijze van Da Vinci. En soms moet ook iets klappen, hè? Soms moet ook iets uit elkaar en gewoon kapot gaan. Ja, precies, dat kan ook. Maar je kunt kijken van, wil je nu gaan voor een zachte landing? Of ga je voor de harde knal? Time will tell. En nu hebben we daarvoor ietsje meer vat op, als het goed is. Ja. Dit is een beetje het resultaat van wat wij samen hebben ontdekt afgelopen tijd. Wij vinden het leuk om te delen. Dus fijn dat jullie massaal zijn weggelopen. Misschien heb je nog wat vragen, dat soort zaken. Ik ben hier de hele dag. Tot na de lunch ben ik er. Tot een uur. We doen nog even één laatste vraag. Ja, ik heb al een vraag. Ik ben politicus. Ik ben gemeenteraad in de gemeente Amersfoort, D66. En jullie zeggen nu tegen mij van als politicus moet je veranderen, hè, want je moet inspelen op de groep, maar die omvat het eigenlijk maar 10%, begrijp ik uit jouw verhaal. Dus in hoe zie je de toekomst van de politici dan? Hoe zou je dan als politicus moeten gedragen? Ja. En om ook die groep te benaderen die niet gelooft in politici, hè? Die zegt dat politici zeker zijn. Eigenlijk hebben we net verteld, eigenlijk moet je als politicus zorgen dat je de salesman, de mavens en de connectors met de juiste houding, dat je die in hun taal overtuigt van jouw wensen en ideeën. En als je die mee kan krijgen, kunnen zij je helpen om het verder de samenleving in te laten landen. En zo verspreiden de sociale economie. En wat ik daaraan zou willen toevoegen is dat politici hebben natuurlijk ook heel veel verschillende doelgroepen in het land. En niet alleen maar die homo universalis, de Da Vinci 10%. Het blijft natuurlijk een krachtenveld. Hè. Volgens mij moet er veel meer gesprek ontstaan met de burger. Want dat is, zeg maar, die adviseurs in Den Haag, die praten niet met de ambachtsmensen, met de vissen, met de schulden, met de boer, om te vragen hoe je goed plein moet voor een herstel. Dat is lokaal politiek. Dat is jouw vraag dan. In contact, zeg maar, met burgers. Op lokaal niveau kan dat gerealiseerd worden. Ja. Maar als je vernieuwing wil realiseren, en D66 is natuurlijk een partij die in ieder geval qua identiteit vernieuwend is, dan is die groep changemakers van belang. Als je behoud wil realiseren,
dan moet je niet bij die changemakers zijn. Mooi. Hey, ja, we zijn een beetje uitgelopen en ik denk dat mensen zo honger hebben. Dus, heel graag. Kennen jullie de Burgemeesteracademie? De Burgemeesteracademie van Pepijn. Ja. Oh, oké. Kent u dat ook, mevrouw Politica? De Burgemeesteracademie? Ja. Ah, perfect. Als u straks even een kaartje geeft, zorg ik dat ik dat boek van mij cadeau krijg. Oké. Okay, ja. Goed. We hebben een week van de dialoog deze week over gesprekken in gesprekken over burgers en verschillende waarden. Wil je even reclame maken voor de week van de dialoog? Ja, dat mag, maar dan zou ik hier gaan staan. Als ik jou Is goed. Deze week is het Nederland in dialoog. En in heel veel plaatsen in Nederland, 100 verschillende plaatsen, gaan mensen met elkaar in gesprek over een sociaal thema. En als je op nederlandindialoog.nl kijkt, kun je zien welke steden en plaatsen allemaal meedoen. En misschien kun je aanschuiven bij die tafels om ook te horen wat daar speelt. Ah, kijk, dank voor het luisteren. Veel plezier vandaag. Ja. Ja, precies. We hebben meteen al hele goede tips. Er staat ook nog een Citroën op die plek, dus als je een auto of een Citroën hebt, moet je even naar Dankjewel, graag gedaan. Het komt op een gegeven moment, gaan we het op een
een gegeven moment gaan we dit echt naar buiten brengen. Ja, een beetje try-out. Dan gaan we kijken of het wat zit. Ja. Er is wel een verschil in inderdaad, dat hoe wij het nu aanpakken. Wij kijken gewoon van wat dat nu is. Niels, hoe doe maar. Zo. Ja. Spannend. Wat we doen, we gaan het binnen een maand ook met de persbericht naar buiten brengen. En dan is het algemeen beschikbaar. Dus ja, als je een kaartje hebt of zo, dan kan ik je dan toesturen. Want dit was nog een soort van try-out. We gaan nog een beetje fine-tunen. En dit is eigenlijk hier een hele middag besteden om dit uit te leggen. Ja. Ook belangrijk. Okay. Ik krijg een mailtje. Dat is een enorm. Oh, dat kan. Ja. Dankjewel. Ja. Nou. Ik sta nu weer. Ja. Je hebt ook langs het verhaal. Vond je het leuk? Ja. Ja, dit is het. Ja, stuur maar via LinkedIn of openbaar. Oké. Ja, dat is leuk. Maar wat ik leer is dat dit is eigenlijk materiaal voor een middag. Met allerlei visies, workshops, toepassingen. Ja. En dan 5 keer 2 en dan 5 keer boekje. Ja, precies. Wat, ja, want bijvoorbeeld het onderzoek uitleg alleen al, zou ik eigenlijk al een half uur moeten doen. Maar ja. Ja. We gaan dit even naar buiten brengen en dan, ze kunnen je dan mailtje sturen als het voor mij staat. Ja. Ja, dat is waar. Nou ja, binnen een maand zou dat lukken. Ja. Oh, lachen. Nou, vond je het ook leuk? Ja, zeker. Ja. Klopt. Ja. Ja.